Het Rutuse handschrift lijkt dan wel op een collectie vrome en amoureuze teksten. Het is ondertussen ook een verzameling waaruit een scherpe politieke stellingname blijkt. Jan van Hulst, Jan Moritoen en al die anderen rond dit handschrift hadden een duidelijke agenda. Ze wilden de ladder van de samenleving beklimmen. Jan Moritoen, lang gezien als een van de dichters, maar waarschijnlijk een mecenas, behoorde tot de stedelijke elite. Hij was opgeklommen vanuit het bondwerkersambacht tot de hoogste kringen van het stadsbestuur. We zien de ethiek en de politieke opvattingen van zijn sociale klasse terug in de gedichten. Heel duidelijk spreekt dat perspectief uit het Kerelslied. Dit lied is een scherpe veroordeling van de kerels. Het verwoordt de politieke ideologie van een heersende klasse in Brugge. Het Kerelslied was de eerste tekst uit het Rutuse handschrift die in druk verscheen en het is nog steeds een van de bekendste liederen. In de loop van de geschiedenis is het steeds opnieuw en anders geïnterpreteerd. Het is gelezen als lied over de boerenopstand in 1328, als dystopisch gedicht waarin de ik afrekent met een tegenstrever, waarover we trouwens niets weten, en ook als een soort allegorie waarin de stedelijke elite de eigen normen en waarden benadrukt door het schilderen van een omgekeerde wereld. Tegenwoordig denken we dat het een heel actueel politiek lied moet zijn geweest. In de jaren 1379 tot 1385 kwam de Gentse ambachtslieden in opstand tegen Lodewijk van Male, de graaf van Vlaanderen. Gentse milities hielden huis in Vlaanderen en vielen ook Brugge aan. Daarbij werd een deel van de vestingswerken neergehaald. De Brugse elite, loyaal aan de graaf, moet de Gentse opstand hebben gevreesd en tegelijkertijd ook vol van minachting zijn geweest. Het Kerelslied is te lezen als afrekening met de Gentenaars. Ze worden kerels genoemd, schooiers. Het is een bekende manier om je politieke tegenstanders af te schilderen. En het Kerelslied past dan ook naadloos in het discours, dat wil zeggen in de gebruikelijke manier van praten, van de elite over de geminachte tegenstanders. Wie willen van den kerel zingen? Zo begint het lied. Laten we eens een liedje zingen over de bozaardige kerels. Ze denken dat ze de ruiters, de elite troepen te paard, kunnen verslaan. Ze zien er niet uit. Ze hebben een lange baard, dragen verstelde kleding en een malle hoed en gelapte schoenen. Bovendien vreten ze kaas en brood en drinken ze een smerig melkachtig drankje. Wie willen van de kerels zingen, ze zien van kwader aard. Ze willen de ruiters dringen, ze dragen in een lange baard. Haar kleren zijn al ontmaaid, een hoeder op haar hoofd gekapt. Haar kool staat al verdraaid, haar kalsen in haar schoen gelapt. Kromme wijn, romende kaas, dat eet hij al den dag. Daarom is de kerel zo daas, hij eet dus meer dan die smaak. Door het hele lied klinkt de toon van neerbuigendheid. En aan het slot zingen de zelfverzekerde Bruggelingen. Me zal ze slepen en de hangen, haar waard is al te lang. Zien het tonens niet ontvangen, zien het dochter niet zonder belang. Kromme wij grotende kaas, dat eet hij al den dag. Waarom is de kerel zo daas, die eet is meer dan die smaak. We moeten ze meesleuren en ophangen. Hun baarden zijn zo lang dat ze ons niet kunnen ontkomen. Ze deugen nergens voor als je ze niet onderwerpt. Het lied
is doortrokken van een toon van sarcasme en superioriteit, maar ironisch genoeg hebben in eerste instantie niet de Brugse ruiters, maar wel de Gentse kerels de strijd gewonnen. Het kerelslied drukt wel de visie uit van de Brugse elite, maar de uitkomst van de strijd tussen de ruiters en kerels was in werkelijkheid aanvankelijk anders dan het lied suggereert. Slechts met steun van de graaf en de Franse koning worden de Gentse rebellen uiteindelijk uit Brugge verjaagd. Het is alsof de kring rond Jan van Hulst en Jan Moritoen met dit lied de slechte herinnering aan het recente verleden wil bijkleuren. Als we nu maar hard genoeg zingen dat die kerels smerig en onbeschaafd zijn, hebben we uiteindelijk de oorlog toch gewonnen. Het procedé dat hier is toegepast, kennen we maar al te goed. Niet alleen in het Brugge rond 1400 werd het verleden nogal gekleurd naverteld om daarmee de eigen ideologie te rechtvaardigen. Dat is van alle tijden. En ook in dit opzicht vertellen de teksten in het Grütusse handschrift een tijdloos verhaal.